Vanaf morgen mogen we na 9 uur 's avonds niet meer de straat op. Maar hoe zit dat voor daklozen? Die wonen altijd buiten. Goedenavond, met een dikke jas aan in de klas zitten. Scholen moeten vanwege corona ventileren, maar dat betekent in veel gevallen dat het ijskoud is in het klaslokaal. Ja, vooral gewoon heel warm aankleden, jas aanhouden, maar het is wel heel koud. En een prijs voor sterrenkundige Heino Falken. De wetenschapper van de Radboud Universiteit was medeverantwoordelijk voor de eerste foto van een zwart gat. Het iconische foto van het zwart gat, waar ik echt trots op ben. Ja, de avondklok. Morgen dan gaat hij in. Het is 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends moet iedereen binnen blijven. Althans mag je niet de straat op. Maar wat nu als je geen huis hebt? Ook voor dak- en thuislozen geldt in principe de avondklok. En daarom zijn er maatregelen getroffen. Maar daar maakt niet iedereen gebruik van. In feite, iedereen die onderdak nodig heeft, kan onderdak. In de hele regio Gelderland en ook in Arnhem-Ede zijn er voldoende extra plekken gerealiseerd dat mensen die willen een dak boven hun hoofd kunnen krijgen. Maar daar zit dus juist het probleem. Sommige mensen willen helemaal niet naar binnen. Fok die avondklok, zou ik zeggen, sorry. Echt, weet je, dat is gewoon zo van, ik wil liever naast mijn vrouwtje slapen. Dan weet ik wat ik naast me heb liggen. En voor de rest, ja, sorry mensen, maar liever een boete dan binnen liggen. Maar die boete zal er gelukkig voor hen niet komen. De overheid heeft aangegeven dat ze wel naar binnen mogen, maar dat geen verplichting is. Overigens is de liefde niet de enige reden dat Björn en Inge buiten willen blijven. Met 40 man in een kleine ruimte slapen lijkt in deze tijden niet het meest veilige. Er is geen afstand daarop, nee. Die onderling. Hè? Dus, Je slaapt dan met 30, 40 man al slaap je op één kamer. Aan de ene viezer als de andere, hygiëne. Nou, laten we het daar niet over hebben, alsjeblieft. We hebben natuurlijk zeker coronaproof deze situatie opgebouwd. We wisten natuurlijk al dat het speelde, corona. We hebben een ruime, riante plek hier, waar we 15 kamers hebben geformeerd. Met een ruime plek waar mensen kunnen eten, verblijven, koffie drinken, et cetera. Björn en Inge zullen dus voorlopig niet de opvang ingaan. We hebben het nu gedaan. Ja, ook voor tentenverhuurbedrijven is 2020 door corona een moeilijk jaar geweest. Bruiloften, evenementen, festivals werden massaal afgezegd. En dat betekende een omzetdaling van soms wel 90%. De eigenaren moesten op zoek naar alternatieve ideeën om het seizoen nog een klein beetje goed te maken. Want de tentenverhuurders behalen hun winst voornamelijk tussen maart en oktober. Ook bij Easy Tentverhuur in Elst merken ze de gevolgen van de coronacrisis. Het bedrijf verhuurt tenten voor grote evenementen en bruiloften. Vandaag gaan ze op weg om een tent voor een horecagelegenheid in Nijmegen te plaatsen. Een welkome klus, want het gaat slecht in de tentenverhuurbusiness. Ja, het was zeker een beroerd jaar. Ook door de coronacrisis zijn we uiteraard ook getroffen. En veel bruiloften afgezegd en evenementen. Ja, er was 115 bruiloften daarvoor. En nu hebben we afgelopen jaar 5 gedaan. Ja, dus dat is wel een grote klap geweest voor ons. Daarom probeerde Easy Tentverhuur op een andere manier omzet te halen. Zo hebben ze voor fitnessbedrijven tenten geplaatst om buiten te sporten. Werken voor de kosten. Ook de horeca wilde overkappingen voor hun terrassen. En voor zorginstelling Plurijn hebben ze een teststraat gemaakt voor het zorgpersoneel. En een ontmoetingsunit. 2 tenten aan elkaar geplaatst met een plexiglasplaat ertussen, dat die cliënten en verzorgers elkaar konden ontmoeten. Ja, dus dat was wel, wel fijn. En ook wel voor die mensen was het natuurlijk fijn. En voor ons, want wij konden, ja, we hadden weer werk erin. Het is nadenken, het is creatief zijn. Zo gaat het bedrijf een grote rol spelen bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Nou, wij zetten voor de verkiezingen grote units gaan we opzetten. Dat zijn tenten van 8 bij 21 meter. En dan met de vloer erin en dan met tafels en stoelen erin. Zodat als je gaat stemmen, dat je goed afstand kan houden. En dat de verkiezingen goed kunnen verlopen. En vandaag werd bekend dat de provincie Gelderland 1500 werknemers van 69 bedrijven heeft geholpen door het geven van de aanvullende coronasteun. De provincie heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis in totaal 51 miljoen euro vrijgemaakt voor steunmaatregelen. Ja, en dan de coronacijfers. Er werden de afgelopen 24 uur in Gelderland 660 mensen positief getest. 39 minder dan gisteren. In heel Nederland kwamen er 5.791 nieuwe coronagevallen bij. En dat is iets minder dan gisteren.
Tientallen demonstranten stonden gisteravond bij het gemeentehuis in Doetinchem. Ze protesteerden tegen de geldende coronamaatregelen en het instellen van de avondklok. Rond 8 uur verzamelden zich de eerste betogers op het plein. De sfeer was rustig, al werd er wel zo nu en dan vuurwerk afgestoken. Politie hoefde niet in actie te komen. Veel nieuwsgierigen kwamen op de demonstratie af. Het merendeel van de aanwezigen droeg een mondkapje en ook werd er voldoende onderlinge afstand bewaard. Ja, tijdens de lockdown volgen de meeste leerlingen lessen vanuit huis. Maar examenkandidaten die mogen de komende tijd wel op school komen. De voorwaarde is dan wel dat de lokalen goed geventileerd worden, zodat het virus zich daar niet makkelijk kan verspreiden. Maar niet elke school heeft dat goed op orde. Alle ramen staan inderdaad open. En tussendoor gaan ook de deuren van de lokalen, die blijven ook vaak openstaan. Dus meestal zitten we wel met de jas aan in de les. En dus is dit het beeld hier op school. Leerlingen die hun toetsen maken met hun winterjas aan. Toch is dat volgens directeur Erik Dijkslag nodig, omdat de school geen goed ventilatiesysteem heeft. We willen graag gezonde leerlingen zoveel mogelijk, zover het in ons vermogen zit. Dus gaan we de ramen open houden. Dat deze school geen goede ventilatie heeft, komt doordat het gebouw inmiddels zo'n 40 jaar oud is. Er moet dus gerenoveerd worden, maar daar heeft de gemeente Elburg als eigenaar van het gebouw de afgelopen jaren geen geld voor beschikbaar gesteld. Ik werk hier nu 8 jaar en ik ben al 8 jaar ook met de gemeente in conclave. Maar de gemeente zegt steeds, het is waterdicht en winddicht, dus jullie kunnen wel door. Toch ziet ook wethouder Kroneman inmiddels de noodzaak van de renovatie bij Nuborg Lambert Frankens. Hij geeft aan dat de school bovenaan de lijst staat om gerenoveerd te worden. Ik kan niet exact zeggen of dat nou dit of volgend jaar al is. Ik schat zelfs in dat het in ieder geval dit jaar niet is. Maar er moet wel haast gemaakt worden, want tot 1 juni van dit jaar kan de gemeente een subsidie aanvragen bij het Rijk om het ventilatiesysteem up-to-date te maken. Wethouder Kroneman denkt dat die deadline wel gehaald wordt. En tot die tijd is het voor deze leerlingen behelpen. Ja, vooral gewoon heel warm aankleden, jas aanhouden, maar het is wel heel koud. Nog nooit eerder had Vitesse zo'n goede eerste helft van het seizoen. Wat is nou de succesformule? Wat maakt dat de Arnhemmers het zo goed doen? It's not coming just by saying, hey, now we are a team. It's a lot of work, a lot of conversation, a lot of communication. In Goezen is een fietser overleden na een aanrijding met een trein. Het ongeluk gebeurde bij een overgang aan de Heiliglandse straat. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De verbinding heeft er lange tijd uitgelegen en vervoerder Arriva heeft bussen ingezet. Aan de Zwanensingel in Wijchen zijn vannacht 3 auto's volledig uitgebrand. Het blussen van de brand kostte flink wat tijd omdat het middelste voertuig lastig te bereiken was. En ook vatte de auto meerdere keren opnieuw vlam. De voertuigen zijn met lint afgezet omdat de politie vandaag onderzoek deed naar de oorzaak. De politie sluit brandstichting niet uit. En bij een brand in een leegstaand pand in Serenberg zijn gisteravond 2 mannen aangehouden op verdenking van brandstichting. De brand brak rond 6:30 uit in een leegstaand pand aan de Op den Brand. Vanwege de smalle straatjes in de buurt was het voor de brandweer lastig om dichtbij te komen. De verdachten zijn 2 mannen van 32 en 34 jaar oud, beide afkomstig uit Serenberg. Omdat de mannen zich tijdens de aanhouding verzetten, zijn ze uiteindelijk geboeid meegenomen. Een sterrenkundige van de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft een prestigieuze Amerikaanse wetenschapsprijs in de wacht gesleept. Heino Valken stond aan de basis van een onderzoeksgroep die 2 jaar geleden de eerste foto van een zwart gat publiceerde. Nou, dit is hem. Het iconische foto van het zwart gat, waar ik echt trots op ben. En die hangt toch aan heel veel verschillende muren nu, over de hele wereld. Op webpagina's, op kranten zie je dit. Ja, het is echt iets dat bijna de wetenschap overstijgt. En dan wint astronoom Heino Valken er ook nog eens de Henry Draper medaille mee. Een eervolle onderscheiding van de National Academy of Sciences. Een prestigieus instituut met topwetenschappers in de VS. En die prijs die krijg je maar elke 4 jaar. Dus het is net als een Olympische goudmedaille eigenlijk. You will receive a gold-plated bronze medal and share a prize of $25,000. Ja, toen ik dit besefte was ik er helemaal overdonderd. Een zwart gat is een gebied met extreme zwaartekracht, waardoor niks eruit kan ontsnappen. Zelfs geen licht. Dit gat bevindt zich op 55 miljoen lichtjaar van de aarde.
Het lukte om een foto te maken door 8 telescopen wereldwijd te laten samenwerken. Dus die telescoop omvat eigenlijk de hele wereld. En ik heb in Spanje gezeten hier. En dat is een telescoop in Spanje, 30 meter in doorsnee. Dit is een telescoop hier in Hawaii. Met het winnen van de prijs komt Heino's naam naast onder meer 8 Nobelprijswinnaars te staan. De laatste Nederlander die de medaille won was in 1955, Henk van den Hulst. Die staat in al onze geschiedenisboeken van de sterrenkunde staat die in. En dan zit hij in hetzelfde rijtje met die belangrijke wetenschapper. Dat is echt bijzonder. De Nijmeegse voetbalclub NEC heeft een nieuwe spits aangetrokken. Thibaut Baten, 3,5 jaar NEC, dames en heren. Gefeliciteerd. Het is de 18-jarige Belg Thibaut Baten. Hij komt over van Club Brugge en hij tekent tot 2024. Ik had er lang naar uitgekeken om bij zo'n ploeg te kunnen voetballen. Het is een mooie club, dus ik ben ongelooflijk blij dat ik hier ben. En dat ik dadelijk ook op het veld kan doelpunten gaan maken. Je hebt er goesting in? Zeker en vast. Ja, en dan Vitesse. 5 jaar geleden won Vitesse de beker. En de vraag is, kan dat nog beter? Bijvoorbeeld met een landstitel. Dit seizoen verrast de Arnhemse club vriend en vijand. Halverwege de competitie staat Vitesse op 3 punten van Ajax op de 2e plaats. Wat is het geheim achter dit sensationele succes? Afgelopen zomer gingen de poorten wagenwijd open voor een Duitse leiding. Man achter de schermen, Johannes Pors, die samen met trainer Thomas Letsch een cruciale schakel is in het succes. Binnen Vitesse maakten zij iedereen warm voor hun werkwijze. Very important is that that Thomas and myself that we speak the same football language, that we go into the same direction, and that we here found a lot of open-minded people who are willing to follow us in that direction. De Duitsers professionaliseren Vitesse op veel gebied naar een hoger niveau. Maar essentieel voor hen is teamgeest op alle fronten binnen de club. It's not coming just by saying, hey, now we are a team. It's a lot of work, a lot of conversation, a lot of communication. It's open-mindedness also of the player, yeah, to make a step to each other, to work on being a team. That is important. But now we see it on every training, we see it on every match. Maar is het ook realistisch dat Vitesse kampioen kan worden, nu het halverwege tweede staat, net achter Ajax? An honest, clear answer is a very clear no, it is not. Je wil natuurlijk gewoon kampioen worden. Wij willen daar staan waar we nu staan en daar willen we blijven staan. Maar het is toch ook heel logisch om dat uit te spreken als sportman? Absoluut, maar we moeten wel reëel blijven. Kijk, ja, en is het realistisch? Sport zegt het is niet realistisch. Ja, daar ben ik het mee eens. Als jij kijkt naar wat andere clubs te besteden hebben en hoe makkelijk ze nog spelers ophalen. It's not a gap, it's a different world. I mean, it's a complete different world of budget to Ajax. By the way, also to PSV, Feyenoord en AZ. Dan krijgt u nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Bij een afnemende wind zakt de temperatuur tot rond het vriespunt. Later kan een enkel buitje vallen en lokaal komt gladheid voor. Morgen dan is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. En tot de avond blijft het overwegend droog. Bij een zwakke tot matige wind wordt het maximaal 4 graden. En dan nog de vooruitzichten. Zondagochtend dan kan lokaal wat winterse neerslag vallen. Later wordt het droog en breekt de zon weer af en toe door. De wind draait naar het oosten en daarmee wordt het niet warmer dan 3 graden. In de nacht kan het licht vriezen. Ja, straks na deze uitzending is de week van Gelderland er weer. In de grote studio zitten Angelique en Peter al klaar. En wij gaan informeren wat de onderwerpen zijn. Iets met corona misschien? Ja, dag Erik, natuurlijk. Want morgen is het zover. De veelbesproken avondklok gaat in. Voor het eerst sinds de oorlog. Dus hoe kijkt de Arnhemse burgemeester Marcouch naar deze maatregel? En valt dat te handhaven? Aan tafel verder Aart Strang. Hij ziet als IC-arts dagelijks hoe ernstig de situatie is. En ook GGZ-directeur en behandelaar Annemarie van Harn uit Wageningen staat het water aan de lippen. Ja, en we krijgen advies van een 100-jarige dame die nog levendige herinneringen heeft aan de vorige avondklok in Nederland. Dus direct na de reclame, de Week van Gelderland. Kijken dus. Ja, en dit was het Gelders Nieuws. Op onze app en onze site vindt u onze Corona Live blog. En daarin leest u onder meer dat zwijnen- en vossenjagers ontheffing hebben van de avondklok. Want die dieren die laten zich overdag nu helemaal niet zien. Het hele verhaal op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.